ben geïnteresseerd in de Tweede Wereldoorlog. En ja, ik hoorde altijd die verhalen. Ik wou dat wel eens zien ook. Waar dat hij dan ondergedoken zat. We zijn geïnteresseerd daaraan. We hebben dat schon mal den Film gesehen. Läuft ja auch im Fernsehen Film. En ja, einfach an der Geschichte auch interessiert. Ne? Rijen wachtenden voor de deur van het Anne Frankhuis in Amsterdam. Vanaf de zomer van 1942 was dit het onderduikadres van Anne Frank en haar familie. Het Joodse meisje Anne was net 13 jaar oud toen deze angstige periode begon. In haar dagboeken beschrijft ze het dagelijks leven op dit adres. De spanningen en de hoop, de angsten en frustraties, af en toe zelfs een paar leuke dingen. Na 2 jaar werd de familie Frank verraden en door de Duitsers afgevoerd naar de concentratiekampen. Alleen vader Otto keerde na de oorlog terug. Hij heeft de dagboeken van zijn dochter laten uitgeven. Over de hele wereld hebben tientallen miljoenen mensen het achterhuis van Anne Frank gelezen. Ja, om er een beetje van te leren hoe het onderduiken was en wie Anne Frank was en zo. Visit this house. I hope I can know more about her. Mm-hmm. Yes. Achter deze boekenkast zat de geheime ingang naar het huis achter het kantoor waar de familie Frank zat ondergedoken, het achterhuis. Pas 15 jaar na de Tweede Wereldoorlog werd het museum geopend. Tegenwoordig komen zo'n 1 miljoen mensen per jaar erheen om te kijken waar Anne Frank ondergedoken heeft gezeten en haar dagboeken heeft geschreven. De meubelen in het achterhuis zijn weg, maar een paar kleine voorwerpen herinneren nog altijd aan die onderduiktijd van Anne Frank. Museum het Anne Frankhuis bestaat op 3 mei precies 50 jaar. I think it's horrible to get inside to know what the father from Anne Frank knows. He don't know her, his daughter before. And then he reads a diary and then he remember. And it's very, very hard to go there. It's just so dark and I just can't imagine, you know, it's so beautiful out today and then being in those dark rooms with, you know, just a very dim lamp. It was just in the blackout windows. I just wanted to open up the windows. It was really difficult for me to not like just try to open up. Ik vond dat Anne Frank heel erg ik vond dat ze heel wijs was op jonge leeftijd en dat vind ik je gaat als je die teksten leest op de muur wat meer nadenken over over het leven, ja, inderdaad. Want dat hij ook Otto Frank bijvoorbeeld zei van je kan pas de toekomst echt kennen als je het verleden goed kent. Of iets dergelijks, ik kan niet letterlijk citeren. Maar dat het zijn toch wel dingen die aan het denken zetten. Te toca porque cuando has leído o sabes lo que es muy famoso y todo el mundo sabe algo. Has leído algo, pero venir a verlo, entrar y es como si sintieras cómo estaba toda esa gente dentro de ese lugar tan pequeño. Ja, gewoon van, nee, dit mag gewoon niet meer gebeuren. Het is gewoon waanzin.